twee speelfilms, een hele trits kinderboeken en fandagen met duizenden extatische fans. Er zitten hier een paar, of niet? Ja! Het YouTube-kanaal Paardenpraat TV bestaat 10 jaar en is inmiddels een media-imperium van formaat. Hoi, mijn naam is Esma en welkom op Paardenpraat. Er is zo gestoord veel gebeurd en inmiddels zijn we met z'n drieën. Ik ga Cookie vandaag omtoveren tot eenhoorn. Kijk zijn maantjes. Oh, en zijn horen. Nooit, nooit, nooit een snoepje op een andere manier geven dan een platte hand. Kijk. Hallo allemaal, welkom bij deze paarden ASMR video. Als je wil weten hoe je deze paardenlollies wil leren maken, dan moet je even blijven kijken. Ik moet er een beetje van plassen. Doe dit thuis niet na. Goed zo! Wow. Ja! Ik ga een drolletje pakken. Het is warm, ik zweer het, het is warm! Yes, we hebben het overleefd en het was zo ontzettend vet. Ik kan namelijk wel gewoon een paard naar binnen halen. Hij is gevoerd! Nee, Esma! Esma! Ik zie jullie alleen maar juichen en gillen van plezier. Kijk je steeds naar alles? Ja. Oh, ja, nou zijn... natuurlijk. Ja, ik wou zeggen, niet nou stil zijn, hè? Zeg Brit, jou kennen we het best. Hoe ben je er ooit bijgekomen bij Paardenpraat TV? Nou, ik ben natuurlijk begonnen als realityster. Het was een soort tussenjaar. Ja, tussenjaar. Ik had mijn HAVO afgemaakt en ik wilde nog iets van een carrière. En realityster is natuurlijk niks. Toen dacht ik, ik moet iets met YouTube. En Esra had dit kanaal al over paarden. En toen dachten we, we kunnen beter samen gaan dan concurrenten worden. En zo is het eigenlijk begonnen. Oké, maar dit klinkt alsof het allemaal heel erg bedacht is. En dat was het dus ook in zekere zin. Het begin is wel echt bedacht. We konden niet weten hoe het uiteindelijk zou aflopen. Maar het was voor mij dat ik wel dacht, ik wil nu iets doen waar ik goed in ben. Dat is iets met paarden. En wat ook wat gewoon dicht bij me staat. Precies. Want je kan jezelf snel verliezen in de tv-wereld, bijvoorbeeld. Ja, reality. Oh! Dat weet ik, ja. Dit ben jij? Ja, met mijn moeder. Je moeder? Ja. Dus het is je echt met een paplepel ingegeven, of niet? Precies, het begon vroeg. Ja. Hoe oud was je toen je voor het eerst zeg maar, alleen op zo'n beest zat? Alleen op zo'n beest? Zes ongeveer. Ja. En dit is al wat ouder. Ja, hier ben ik denk ik 11. Ja. Ja, nou, heerlijk om te zien. Maar nu even naar dat paardenpraat, want dat is best groot geworden nu, hè? We hadden even wat cijfers opgeschreven. 244.000 abonnees hebben jullie. Video's hebben in 2023, was vorig jaar, 17,7 miljoen mensen gekeken. Afgelopen januari keken zo 1,1 miljoen mensen alleen al in één zo'n maand. Dat is een succes. Het is niet normaal. Het is echt. Hoe verklaar jij het? Het is meer de magie van paarden, denk je niet? Want toen we begonnen, toen hadden we echt wel nagedacht over een doelgroep. En wat vinden die kids leuk om dat te zien? De doelgroep was eigenlijk tussen de 8 en de 16. Nou, dat werd al heel snel tussen de 4 en de 65. Want jonge broertjes en zusjes kijken, maar ook ouders, opa's en oma's, ooms en tantes. En we wisten wel, oké, dit zijn ongeveer de video's die we moeten maken. Maar dat het... Ik weet nog zo goed dat we na 3 maanden hadden we 1000 abonnees. En toen hadden we taart. En dat was echt een hele viering. Mm-hmm. En dan, nu is het gewoon niet normaal. Is het zo En wat we heel geworden. Vaak van die ouders horen is dat ze leren ook echt iets. Ja. Dus er is natuurlijk zoveel meuk op YouTube. En dat is allemaal leuk. Alleen, hier, ze gaan naar buiten. Ze leren ook iets. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Want uiteindelijk moeten die ouders toestemming geven dat ze het mogen kijken. Ja, geef mij eens iets. Ik ben helemaal niet van de paarden. Ik bedoel, ik heb niks tegen paarden. Maar ik bedoel, ik weet er niks van. Ik ben jouw chatbot, hè? Even nu, dus. Ja. Geef mij nou eens eventjes iets van wat moet ik in ieder geval weten als ik een paard zie? Als je een paard ziet, zet een cap op. Als je erop gaat zitten, wat wil je weten? Je moet specifieker zijn. Nou ja, als ik naar een paard loop paard weg. Nou ja, dat denk ik niet bij jou. Want jij bent wel een soort leider. Een paard spiegelt je ook. Heel veel bedrijven als Microsoft gaan juist op cursus met managers bij paarden. Ja? Om te zorgen dat ze goed kunnen communiceren. Dus ik denk dat er naar jou wel eentje toe loopt. Oké, wat moet ik met het paard dat naar me toe komt? Jij kan thuis video's opzoeken op Paardenpraat TV. Kun je how-to, paard uit de wei halen, paard een halster omdoen, paard poetsen, paard opzadelen. Dat kan. Ik doe eigenlijk hetzelfde, maar jij doet het met paarden en ik doe het voor mensen. Voor jonge mensen. Gewoon met je iPad en dan kun je dat gewoon gaan doen. Juist. Op Curaçao woon je ook, daar kun je mee zwemmen. Hebben we ook er lopen best veel paarden daar rond. Heb jij iets met paarden?
Nee, maar ik heb me vanmiddag wel even verdiept in jullie kanaal. En wat ik dus denk dat volgens mij het succes is... is dat jullie er zelf ook zo'n lol in hebben. Dat het niet is van, oké, en nu gaan we even voor die 1,1 miljoen... even ongeïnspireerd uitleggen. Maar het is echt een passie voor ieder. En dat kunnen we dan inspireren aan de kinderen. Hoe leuk we ermee omgaan en hoe... je haalt er gewoon heel veel plezier uit. En je bouwt er ook echt een band mee op. Het zijn echt... Klinkt wel raar, maar het zijn echt je kindjes. Nou ja, als je ik zag vandaag komt... met Bolly. Bolly, heel zwangere goed. Bolly. Ja. Ja, nou, dat was echt dat is toch heerlijk dat daar straks zo'n klein vullentje mee langsloopt... en al die kinderen kennen Bolly al... en iedereen is massaal mee een naam aan het bedenken voor Bolly. Ja, het leukste. Ik weet het nog niet. Zag ik jou nou net in de film met regelmatig met zo'n... Met nee, dat was dat was jij met één oog. Ja. Ja. Waarom was dat dan? Dat zijn video's uit 2016, begin 2017... ik heb in 2016 met paard een vrij ernstig ongeluk gehad. En ik heb vrij ernstige hersenschade. En dat betekent dat ik niet goed kan zien. En nog een aantal andere dingen die voor jullie niet duidelijk zijn als ik hier zo zit. Maar als je weet waar je moet kijken, dan zie je dat wel. Dus ik heb een tijd inderdaad met dat oogding opgelopen. En dat hebben we ook allemaal gedeeld op het kanaal. En daar, ja, die hele reis van het moment van het ongeluk tot... nu, want ik ben echt... elk aspect van mijn leven is veranderd. Ja. En dat is te veel om nu vanavond aan tafel te vertellen. Maar elk aspect van mijn leven is veranderd. En elke stap daartussen is gedeeld op dat kanaal. En die kijkers zijn er allemaal bij betrokken geweest. En die... er is ook iets magisch aan kinderen. Dat die... ze hebben nog een droom. Ja, die hebben zoveel hoop. En zo, ja. En dat daar, wij gaan, ik ga er persoonlijk, ja, jullie ook... heel goed op. Ja. Dat, als je 40 bent, weet je wel, dit is mijn leven. Er gebeurt niet meer zoveel. En wel of geen date of wat dan ook. Maar die kids die hebben nog zoveel toekomst. En ze kunnen alles nog worden. En dat is fantastisch. Het gaat over jullie. Ja. Ik ga zo met jullie praten, maar we gaan heel even kijken. Want er zijn kinderboeken, speelfilms. En we hebben het zelfs eerder over die speelfilm gehad. Ja, toen was ik hier ook. Even kijken, maar even voor de sfeer. Gaan we naar huis? Er zijn namelijk ook dingen die ik veel zo laat heb ingezien. Ja. Hebben jullie dit allemaal een beetje gezien of niet? Ja. Allemaal? Ja. Ja. Ik hoor net, jullie hebben een droom. Wat is jouw droom? Puk. Waar zit jij, Puk? Vertel. Ja, net zo goed worden als Britt natuurlijk. Ze is echt een voorbeeld, ja. En hoe doe je dat? Hoeveel uur in de week kost dat jou om zo goed te willen worden? 2-3 keer per week ongeveer. Ik leg ook bij Bente. Dus dat is echt maar je vindt niet dat het kost. Het is natuurlijk hartstikke leuk, of niet? Ja. Heeft iemand van jullie een eigen paard? Kijk, ik zie zo al 3-4 vingers gaan omhoog. En daar ben je elke dag mee bezig, of niet? Ja, elke dag. Daar heb je geen app voor nodig? Nee, gewoon lekker op stal, lekker buiten, lekker de natuur in. Ja. Is dit nu dat je denkt, ik wil eigenlijk ook worden wat zij doen? Ja. De hele dag met paarden bezig zijn, een beetje mensen gek maken ervan. Ja, dus wel. Uiteindelijk hoop je dat wel te doen natuurlijk in de rest van je leven. Want dit is eigenlijk een beetje zoals het bij jou ook is begonnen, of niet? Ja, ik heb ook ooit in de doelgroep gezeten waar hun nou zitten. Toen was je ook zo'n klein meisje. Ja, dan kwam ik uit school en toen dacht ik van... oh, dan zat je even op de bank voordat je naar paardrijden ging. Denk even snel kijken hoe ik een paard uit de stal moet halen. En dan zoveel mogelijk te leren. En dat ik daar nu dan bij zit, dat is wel echt heel bijzonder. Ja. Hoe kun je uitleggen, Britt, misschien hoe het nou kan dat iemand zomaar... paardenmeisje wordt of zo. Er moet iets gebeuren. Er moet ergens een vonk overspringen. Nou, precies wat Esther al zei. Het is zoiets magisch. Als je kijkt naar mensen. Wij zijn eigenlijk roofdieren, paardenvluchtdieren. En ik vind altijd paard heeft iets, een soort Disney-achtigs. Het roofdier gaat op het vluchtdier zitten. En ja, dat hebben jullie allemaal ook. De kick die je voelt als je op zo'n rug van een paard mag zitten. Ik vind het zoiets moois. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Game of Thrones, zie je Khaleesi op die draak. Ja. Ik denk dat het zo het beste uiterlijk... Ja, zo voelt het eigenlijk. Maar zo voel jij je als je op het paard zit. Als ik is bij jou ook echt zo. Want dat zie je niet als je aan tafel bent, maar jij bent heel klein. En zo'n paard, jouw paarden wegen gewoon 600-700 kilo. Ja. En daar ga je dan op zitten en dan mag je mee rijden. God, en je over het strand. En het is goed tegen de hele PlayStation-generatie die alleen maar binnen zit. Ja. Deze kinderen gaan naar buiten, uitmesten. Dat is ook heel leuk. Jij doet dit niet alleen voor je lol en voor je plezier... en om even iets anders te doen dan die wereld van de televisie... of de reality soaps of whatever. Je doet het ook omdat je een echte sportvrouw bent. Vorig jaar ben je Europees kampioen geworden, dressuur, in Parijs. En daar maak je natuurlijk ook een vlog over. Daar hebben we een klein stukje van om eventjes dat element te proeven.
Dit wordt de allervetste vlog. Vandaag vertrekken we naar het Europees kampioenschap in Parijs. Oh, we hebben gewoon goud voor de tijd. Mijn droom is uitgekomen. Eindelijk een keer het veel helder is. George en ik hebben gewoon goud gehaald in het eerste onderdeel. Op de Europese kampioenschappen. En het is echt een droom die uitgekomen is. Wil Helmers horen. We hebben ook met het Nederlandse team een medaille gehaald. Dus we hebben 2 medailles op zak. 2 gouden medailles. Dat Jord de allerbeste van Europa is, vind ik zo ontzettend cool. Ja. Dit is het Europese kampioenschap. Wat heb je dan nog mee? Je hebt een wereldkampioenschap, neem ik aan. Dat bestaat ook. Maar mijn droom is wel ooit de Olympische Spelen. Maar ik denk dat wij alle 3 die droom hebben. Esther ook, Ben ook. Maar de Olympische Spelen zijn dit jaar, toch? Dat ga ik niet halen. Maar je hebt ook 2028 in Los Angeles. Ja. En ja, dat is dus mijn droom nu. Maar als je winnaar bent van het EK, ben je dan niet genoeg om mee te doen aan de Olympische Spelen? Nou, ik ben nog niet goed genoeg. Ik moet nog echt heel veel trainen. Ik heb wel gelukkig een van de beste trainers ter wereld. Die is zelf meerdere keren naar de Olympische Spelen geweest. Haar leerlingen, haar dochter. Dus ja, ik doe er wel alles aan. Maar ik moet ook natuurlijk nog werken. Hè. Ik heb ook een contract. Want dankzij dat contract heb je dat paard natuurlijk ook. Ja, dankzij John heb ik inderdaad George. Die heb ik uitonderhandeld. En 2026 is mijn contract afgelopen. En dan, ja, wie weet, een nieuw paard. Ik heb er al eentje gezien, maar die is wel een beetje te duur. Maar je hoeft het paard niet in te leveren bij John, toch? Nee. Ga je ook niet. Gaat er zelf op rijden. Is dat voor jullie ook uiteindelijk de droom? Om net zoals Britt gewoon ook een Europees kampioenschap, dressuur en al die dingen te doen, of niet? Ja. Ja. Ja, kijk, ze is glim, zeg. Ja, ze zijn echt leuk. Ja. En jij? Ja, voor mij ook. Ja. Ja. Maar denk je dat jij dat gaat redden, of niet? Ik doe er inderdaad ook alles aan. Maar ik haal ook heel veel plezier uit in het opleiden van jonge paarden. En ze moeten natuurlijk wel aan een bepaalde leeftijd voldoen om aan de Olympische Spelen mee te mogen doen. Dus het is wel echt zeker een doel en ook zeker een droom om mee aan de Olympische Spelen te doen. Oké, maar daar hebben we nog even de tijd voor. Ja, zeker. Dus tegen die tijd spreken we elkaar vast nog wel eens. Denk je niet? Denk het wel.